Hallo iedereen, welkom bij weer een nieuwe Vlogmas. Ik ben even allemaal eens aan het zoeken. Ik verslik me hier half. Want mijn baby wordt morgen 2 jaar. Jawel. Max wordt morgen 2. Echt zot gewoon. 2 jaar al. Ik vind het crazy. Oké. Dus ik ga versieren. Want morgen vroeg mag het hier wel een beetje zo mooi versierd zijn. Nog niet te. Want we hebben zijn feestje op zondag. Morgen is woensdag. En dan ga ik wel nog wat meer decoreren en versieren. Maar wel al een beetje. Ik ga me eerst even ontschminken trouwens. Dan de tv aanzetten. Niels is boven. Tot nog in slaap valt. En dan ga ik alles ophangen. Ik ben benieuwd. Het thema is werkvoertuigen. En daar ben ik allemaal gaan halen bij Studio 14. Echt een super lieve Noortje. En die heeft me echt enorm goed geholpen. Voor een heel mooi thema samen te stellen. En ik hoop dat het heel leuk gaat zijn, maar ik denk het sowieso wel. Dus ja, let's go. En we beginnen eraan. Voilà, alles staat klaar. Hier een beetje versierde elf is ook aanwezig. Daar hangen nog een paar zo van die ballen. En dan daar happy birthday. Maar ik heb niet te veel versieringen. Er komen nog wat ballonnen en zo. Maar dat is voor zondag voor het feest. En dit zijn cadeautjes voor morgen. We zijn ondertussen terug van Plopsa, we waren ook nog bij de McDonald's geweest en nu zijn we bij mijn ouders. We gaan hier nog taart eten, kaarsjes uitblazen en dan daarna gaan we stilletjes naar huis en kan slapen. Lekker donuts en taartjes. Hallo, het is weer de volgende dag. It's time for food. Ik heb deze meegebracht. Mac and cheese met pompoen uit de Albert Heijn. Ik ben heel benieuwd. Ah ja, ik heb nog gewoon nodig, denk ik. Ik ben super benieuwd hoe dat gaat zijn. Maar ik denk dat dat lekker gaat zijn. Hoop ik toch. We zullen zien. Ik ben olijfjes aan het eten. Nox eet dat heel graag. Zo'n pot van de Aldi, zo'n glazen pot met die zwarte olijfjes. Dus nu elke avond doen we olijfjes in een kommetje. Dan kan Nox, Niels en ik wat olijfjes eten. Terwijl eten maken. Echt random. Maar ze zijn wel lekker. Oké, alles is hier een beetje verlaat. Want onze oven was uitgevallen. Doet die echt vaak. Als hij te warm wordt, dan valt hij gewoon uit. Echt kut. En weten niet hoe dat komt. Al ja, jawel, omdat hij te warm wordt. En dan na een tiental minuten of zo gaat hij wel terug aan, omdat hij is afgekoeld. Maar toch, dat is kakkie. Dus dat. Ik weet niet wat ik nog ging zeggen eigenlijk. Wat ging ik nog zeggen? Ah ja, dus dat alles verlaat. Dus onze ovenschot was er nu in. Niels is weer even boven met Noxje. Gisteren had ik boven gezeten. Vandaag Niels. Hij valt eigenlijk wel in slaap. En we moeten er voorlopig niet meer bij blijven.
Maar we blijven wel gewoon in de buurt. Zodat we zeker zijn en dat we niet de hele tijd terug naar boven moeten lopen als er iets is. Ik heb mij ontschminkt. Ik ben even hier alles nog aan het opruimen van de avondchaos. En dan nog zijn kleren van morgen aan het klaarleggen. Ik heb nog een machine en een droogkast opgezet. En zelfs als we hier hebben gegeten, ga ik mij nog even douchen. Want mijn haar is echt door. Het is echt zo vettig. Niet normaal. Oké, zelfs lekker douchen. En dan eerst eten, douchen en dan de zetel terug thuis van het werk. De hele dag gewerkt. Da. Ja, maar dat is goed, dat is pasta. Lekker. Ik heb verkeerd gezien. Pizza. Nee, ja.